wat ga je dan nou met mij maken? José, je laat ons geen kussen, nee. Als je loslaat, dan ga je KGB waarschuwen. Om ons jouw landsveiligheid uitleven. En mijn eigen zuster help je om, mij naar mijn dood te stuur. Dan wees je gelukkig. Ik lever al jou uit, zoals Lobanov, als je bereid is om te praten. Als je vooral vertelt wie Skoppensboer is. Skoppensboer? Jullie agent wat jullie bij ons geplant het. Jullie informant uit de regeringskringen. Ik zou niet, ik heb je voorbij niet. In jullie wereld is verraad maar net een woordsteker. Was hij al weg? Hij zou jou niet geschiet het niet. Je hebt hem vermoord. Het was niet tijd om naar zijn voornemens uit te vragen, heer Frustekker. Wel van Fürstenberg en zij moet reel om je gebied af te kampen. En zij moet persoonlijk met die politie praten. Zeker, meneer Jans. Blijf jij hier, zorg dat hier niemand hier nabij komt. Waar is die helikopter en je vrienden hier, meneer Krenner? Aan de kant. Toen je het mij achtervolg, je hebt van mij gelieg. Yep. Zo, je beloftes betekenen niks. Beloftes? Aan die KGB? Jij moet denken, ik is mal in mijn kop, mensen, als je jij te onderhandelen. Voor wie werk jij? Ik heb gedacht, je is intelligent genoeg om die tijd te weten, die vrouw Stigger. Is het tijd om te beginnen gaan? Kom, jullie nummer is op. Als je bij het kantoor komt, bel ik de politie om jullie te arresteren. Tijd voor spelletjes is voorbij, juffrouw Stegger. Ah, where to, Mr. Krenner? Romney Jones. Gekheid hierdie man. Ons het Stegger opgelaai met om te praat. Spaar mij jou verduidelikings, meneer Krynhout. Ons het hem amper oorgehaal om oor te loop, totdat jy op die toneel gekom het. Ja, so red dat hy haar sy pad gekies het. Sy by die telefoon uitgekom en dan... Dan wat? Dan zou hy sy baas gaan vertel wat hy in elk geval morgen sal weet, dat jy vir Edda gevang het. Wat gaan jullie met ons maken? Luister, het gaan jou niks baat om ons politie te nemen, nie. That way. Dis nie Pretoria toe nie.
Sorry, Smitty. Take her down. Je maakt een groot fout, meneer Kreino. Spaar me jouw advies, Jones. Put her down, Smitty. Nou, go zij. Kom eens bij de jongen. Opskut. Je maakt een groot fout, Kreino. Ik kom daar door. We gaan lopen. Enkel naar Kaapstad is het. 156 gram. Oké. Jack, ons kan nie die rest van ons lewens vir julle mense vlug nie. Elke polisieman gaan na ons soek. Sorg net dat ons in die beweeg bly. Morgen, mevrouw. Morgen. Ik is Stegman van het departement Landsveiligheid. Maggie Kreiner. Landsveiligheid? Ja. Ik is hier om weer eens in Jack te gezels. Ja, Hannes, ja. Kan ons ingaan? Zekerlijk. Kom. Oom is nou niet hier, nie, maar ik denk dat hij is al zo lang weg blijft. Strink maar zo lang een beetje koffie. Ach, nee, wat. Dit geloof ik nou rechtig niet. Ik heb niet mijn kind groot gemaakt om een communist te wezen. Mevrouw, ons zei niet, hij is een communist. Nie. Al wat ons sê is dat hij onder haar invloed beland het en dat hij haar gehelp het om te ontvlug. Dit maakt van hem een medeplichtige. Ons het de lijst klachten stuur om sy langs Psalm 91. Wel, hij is nie hier nie en sy ook nie. En ek geloof rechtig nie, my sien sal hom ook al met de communist nie. Sy pa en ek het hom in die middel van die NG Kerk groot gemaakt, doopkatisasie aanneem met de lot. Mevrouw, sy is in Oost-Berlijn en in Moskou opgelei. Ons het volledige verslag oor haar van die CIA en die Franse Veiligheidsdienst gekry. Dat is nie die minste twijfel nie. Ons dat self lang ondervraag, en sy het alles herken. Dat was die tyd ons gedink het, sy gaan na ons toe oorloop. Sy was bereid om met ons saam te werk, tot sy gistermiddag saam met die sien Jack verdwijn het. My sien, sy naam is Johannes, meneer. Mevrouw, ek kan die ernst van die saak nie oorbeklem toe nie. Ons wil nie die polisie hierby betrek nie. Maar as die sien nie teen vanavond opdaag nie, dan het ons geen keuse nie. So as hy dalk iets weet, moet het asseblief nie verswyg nie. Weet niks nie, meneer. Die sien het verskeie plaas, mevrouw. Die een in Suidwes, die een
plaas in die Vrystaat. Een strandhuis in Margate. Ons hou al die plekke dop. Maar ek dink nie sy so dom wees as my soon toe te gaan nie. Maar dalk weet jy van iemand waar ek kan gaan skuil. Een vriend miskien. Nee, ek is jammer. Ek weet niks nie. Wat sal met hom gebeur as jy hom kry? Dit hang af van wat dokter Fürstenberg besluit, mevrou. Die onnoosste ding wat ek al in my lewe gehoor het. Jy kon die man gewond het, maar nou moet jy mos wys hoe goed as jy maar die pistool van jou. As nie tyd verdink nie, dokter. Natuurlik het jy nie gedink nie. Wat is steker vir ons werk nie lykshuis? Ek het nog 'n ding sê, meneer Jones. Jy gaan self van die polisie verduidelik wat gebeur het. Ek gaan nie jou bas vir jou red nie. As ek hom nie geskiet het, dan sou hy my geskiet het. Mens is baie slim, meneer Jones. Dit is jammer ek kry die gevoel dat jy hom met opset geskiet het en jy hom wou dood hê. Nou wonder ek oor jou motiewe. Hoekom? Wat het steker geweet dat jy hom wou dood hê? Er is bloot 'n toeval dat ek hom dood geskiet het. Ek het nie eers gemik nie. Ek het hier die jongste verslag van die skietbaan. Jy het 10 kaarte geskiet, al 10 volpunte. Wil jy nou vir my sê iemand wat so dodelike skiet soos jy geskiet iemand per ongeluk raak? Jy kan gaan, meneer Jones, ja, maar jy verlaat nie die gebou sonder my toestemming. Die sekuriteit opdrag gegee om beslag te lê op jou kaart. Tot tyd terwyl ek seker is, word al jou sekuriteitsklaring gekanselleer. Nee man, ek is nou van die saak. Dis 'n besonder intelligente opmerking. Kryf my juffrou Lou. Ja. Dokter? Het saam met Jones gewerk op die stekerszaak. Het hy ooit iets gedoen wat jou vreemd opgevall het? Jones is 'n baie onorthodoxe man, dokter. Vertel my. Wel, hy werk graag alleen. Hy lieg baie. Dit is nie oor dat hy altyd 'n doel het nie. Somme net. Gewoonte meer as iets anders. Hy is geheimsinnig. Maar ek dink dis die departement wat ons so maak. Sit allemaal een klap daarvan weg. Niks waar je vinger kan leen? Nee, dokter. Nee. Mevrou, ek gaan een onderzoek gelas naar Jones' hantering van die zaak. Daar is net te veel ongerijmdhede. Steger is dood. Hela Steger loop los rond. Ek moet door een uur die minister inlig daarover en hy sal morgenochtend aan die eerste minister verslag doen. Ek wil hier met baie goed gaan denk daarover. Is dit vir jou so belangrik om met Wennerstroom in aanraking te kom? Ongerust gestel. Het in die tijd seker al van Hans se dood gehoor. En ons sy eie sekuriteit begin wonder. Die laaste ding wat ons wil hê is dat hy na die Hassepad moet kies. En wat sê ek vir hom as ek hom in die hande kry? Sê vir hom dat julle telekommunikasie nie meer veilig is nie. Oortuig hom dat Hans se dood 'n geïsoleerde geval is. En dat niemand verklap het nie. Sê vir hom dat jy goeie vordering maak. Wennerstroom is een van die bestes. Hy sal nie val vir so spoleens nie. Wennerstroom is die enigste een wat weet wie skop ons broers. Ek stel nie belang nie. Ek wil net wegkom. Van julle af en van die KGB af. As ek gedink het dit sou help, sou ek gesê het, los my. Ek sal regkom. Ek sal oor die grens kom. Maar ek dink aan jou. Wat van jou? Jy het ook jou broer verbrand. Jy het hem stadiger geword as gevolg van my. Hulle het geen genade vir verraad nie, Jack. En dis waarvan hulle jou gaan aankla, verraad. Jy het 'n KGB-agent gehelp om weg te kom van julle veiligheidsmense af. En wat gaan jy in die hof sê? Dat jy nie jou eie veiligheidsmense vertrou het nie? Niks het waarom nie, heren. Jy is nog steeds bereid om ons veiligheid te... Nie voor ek nie weet wie Skoppensboer is nie. Maar ons gaan dit nie uitvandeer hier in die vlakte te sit nie. Sê nou maar as Jones. Wie ek dink het is. Sy is om net kan vasttrek. Ek weet nie waar jy gaan begin nie. Hy ben ons troon. Dus ek moet met hom wil praat. Ek moet met hom oor eenkoms aangaan. En wat laat jy dink dat hy met jou wil praat? Hy sal. As hy hoor wat ek om aan te bied het. Ons het een keer met Hans probeer praat. En jy weet wat gebeur het. Wennerstroom is een van die gevaarlikste mense wat ek ken. As ons paie kruis, is ons dood.
Ja, Vermeulen. Juffrou Moret, dokter. Het daar Steger se suster. Moet ek aan met dit loop? Hoekom? Wel, ons daar die hele dag ondervra, dokter. Sy weet niks. Steger het een keer vraag gevra of Hedda boodskap te gee, maar dis al. Die dood seker, Vermeulen. Ja, dokter. Hoop so. Hoop nie, jy maak 'n fout nie. Ja, dokter. Dokter, moet ik aan maar eens loop? Kan je niks voor jezelf besluiten, die Vermeulen? Excuse, dokter. Mevrouw Moret, een moment. Ik möchte met u spreken. Ja? Über Hedda und Hans. Oké. Gaan Sie bitte. Kom een Russische MIG. Stop! Als een man het van Moret achtervolg het naar huis toe, Smit het een foto van hem genomen. Dat is nu hier in die donkerkamer. Ik wil even kijken. Ik kan niet samen gaan, dokter. Die donkerkamer is achter die securiteitscheck en ik heb niet een kaartje. Moet niet proberen slim te zijn. Ik heb je kaartje hier. Kom. Kaartje zal niet werken, dokter. Rekenaar had mij van die securiteitslijst afgehaald. Moet niet jij van mij proberen vertellen hoe de rails in die organisatie werken, Jones? Bijtendien, ik wacht voor die politie om een verklaring over Stegers het dood te komen afnemen. De beskuit een bij ernstige liggen. Jones. Je is bezig om uit de taart. En ik stel het niet van jou dood, nee. Kom. Jones, ik praat niet weer niet. Als hij een boze kop hebt en een donker raambril, is het Wennerstrom. En wie, als ik mag vragen, is Wennerstrom? Hij was Peter Schneider's hoofd in Oost-Berlijn en Hedda en Steger se controleer. Hij is 3 maanden geleden in Zimbabwe aangekomen. Hij weet 2 weken geleden daar verdwijnt. Zo is Kat hier. En jij weet het alles en jij zei ons niks. Niemand heeft mij gevraagd, nee. Nou, maar kom kijk naar die foto's, om zeker te maken. Kan niet, dokter, mijn kaartje. Ja, ik weet van jouw kaartje. Ik breng niet goed voor jou hier naartoe. Dank je, dokter. Zijn die baas is die duivel in? Yep. Is jij nog steeds ingepland? Yep. En plaat je niks, nie? Yep. Ons is niet bij spraakzaam, nee, soms. Ons zit niet bij om te zien, nee, het ons. Doe nou, Jones, vertel mij wat Krenno net als zeker. Ja, ik weet niet. En plaat je ook niet? Nee. En als ik mag vragen, kom niet? Hij zal terugkomen. Krijg je nu te veel om te verleuren, hij zal terugkomen. Heeft iemand al voor jou gezegd dat hij arrogant is? Ja. Yep. Maar ja, maar zo ben ik altijd recht. Is. Die is doos. Hij heeft volgens het dop gegooid. Ik is nu klaar. Ja. Jack? Zeg mij, is je jammer voor alles? Als je het kon oorgehad het, zou je... Nee, wat? Mijn leven was maar saai geweest voor jij ingestapt het. Maar je hebt niet gedacht dat er zoveel moeilijkheid geweest is, nee. Maar is dat nog je troefkaart? Jij? Ik denk dat het de stadium bereikt dat het niet meer geduld heeft, niet. Dat is ons bloed aanklaar. Alles hangt af van wat jij kan vertellen. Soos wat? Je hebt ons nou die dag gezegd, dag in dat klomp arrestaties en hoofdzaken geweest. Je hebt alleen namen en die adressen van die mensen. Ja. Het is een nachtmerrie, is het niet? Jack, ik is bang. Alles is zo onzeker. Ik weet niet wat met mij en jou gaan gebeuren, maar dit gaat niet aangenaam wees nie. Je mag denken, het is makkelijk om te zeggen. Maar als het niet voor jou was, nie, dat ik lang al handdoeken gegooid en gevlucht. Oké. Okay. Ik heb Wennerstrom met ons boodschap gekregen.
Wanneer sien ons hom? Hy het gesê, hy sal ons laat weet. Jy vertrouw my nie? Jack, wat jy nie weet nie, kan jou nie kwaad doen nie. Want ek wil weet is hoe lang ons hier gaan bly. Want hoe langer, hoe gevaarliker. Nee, ek is jammer, ons kry ook nie antwoord by sy huis nie. Goed, ek som sê. Tot ziens. Dokter, ek is so blij om u te sien. Almal soek meneer Krenner, die telefoon maak my mal. Niemand weet waar hy is nie. Kom maar stap in sy kantoor, mevrou. Daar's 'n paar saakies waaroor ons moet praat. Mevrou, ek is bevrees daar's probleme met meneer Krenner. Meneer Verster en ek het 'n dringende direksievergadering belê vir vanmiddag. Ek het u weer persoonlik in kennis gestel. Want ek wil 'n lokasie vermy. Ek wil ook nie die direksie besluit voor uitloop nie. Maar ons gaan aanbeveel dat meneer Krenner uit sy huidige pos onthef word. Intussen is daar veiligheidsmaatreëls wat getref moet word. Bring asseblief al die leers oor die Laxman missiel hier naartoe. Ek sal teken daarvoor. Dokter, meneer Krenner was die vorige keer baie ontsteld oor die leers. Mevrou, meneer Krenner gaan nie weer hierdie perseel betree nie. Bring die leers onmiddellik. Ja, her. Meneer, ek het 'n brokkie by een van my informante gekry. Dit gaan oor Jack Krenner. Die bestuurende directeur van XZ. Hy en Hedda Steger, meneer ken vir Hedda. So die twee is geloof weg. En het blijkbaar een groot skandaal by landsveiligheid afgegee. Kom sit daar. Dank jy. Begin voor. Wel, daar is geruchte dat Kreino informatie en Hedda gegee het nadat sy in die KGB verkoop het. Ek het elke moontlike kontak by die veiligheidsdepartement gebruik. Van iemand wat 'n woord sê nie. Ek ken verder en ek ken vir Krenner. Dit klink vir my braaf vergesog. Ek sweer is nie vergesog nie, meneer. My informant is baie betroubaar. Nou maar goed, Harold. Jy kan in elk geval niks skryf sonder amptelike verklaringe nie. Bly op die storie. Ek sal intussen kyk wat ek kan doen. Terloops, weet jy waar Hedda en Krenner op die oomblik is? Nee, meneer. Veiligheid het hulle spoor gevolg tot op die trein Kaap toe. Maar iewers langs die pad moes hulle afgeklim het, want hulle het nooit in die Kaap aangekom nie. Die gerug is dat hulle Russiese spioen doodgeskiet het. Maar polisie wil ook geen kommentaar lewer nie, want gewoonlik 'n baie goeie aanduiding is dat daar wel iets in die weer is. Goed, Harold. Gaan voort. Hou my net op hoogte van sake, maar jy sê niks hiervan nie. Excellent tussen een paar oproepen maken. Dank je, meneer. Al die leiers oor die Laxman is weg. Die planne, die tegniese gegevens, die elektroniese beheermeganismes, alles. Het hy dit gevat? Ek weet nie, niemand het daarvoor geteken nie. Meneer Krenner is al ander persoon wat die kombinasie ken. Hy is ook die enigste persoon wat die kluis kan binnegaan sonder sekuriteitswag. Ontbied die sekuriteitshoof onmiddellik. Hallo. Dokter Fürstenberg, asseblief. Dis Koeman hier, voorsitter van XZ. Asseblief, juffrou, dis dringend. Nou, Skoemie, wat my keer? Krenner het al die Laxman leers uit die kluis verwyder. Ek het die sekuriteitshoof laat kom, ek wag nou vir hom. Ek dink jy's 'n baie groot skroef los. Moet ek die polisie bel? Nee, nie los, ek sal dit self doen. Moet net niks steur nie, ek is oor 3 kwartier daar. Kolonel, dis Fürstenberg. Ons het 'n krisis. Ons vermoed die besturende direkteur van XZ het die spesifikasies van die Laxman missiel gesteel. Janie, hy en 'n vriendin van hom is soek, sê dit gisterand. Ek bring vir jou foto's van hulle. Ja.
Ek dink jy beter 'n lasbrief uitreik en jou mense in kennis stel. Arresteer hulle en hou hulle tot uit en wil ek en jy gepraat het. Ja. Nie besonderhede. Dis Krynow. Krynow. Jack. Jy weet, Jones, as party van ons wat dink dat jy skoppingsboer is. Vastenburg dink so. Ek moet sê ek het self al gewonder hoekom jy so haastig was om Steger te geskiet het. Behalwe jy is 'n intelligente man. Komplimente kom in klein paiemente. Nee, jy is 'n intelligente man. Jy sou nie so ooglopende fout gemaak het nie. So ek gee jou die voordeel van die twyfel. Sê my, wie dink jy skop ons broer? Fürstenburg. Wat? Ach nee. Ach nee, jy is laf. Fürstenburg. Ach nee, maar jy is ja. Oh, kies. Jones. Jep. Svennerstrom. Hy is op die oomblik op pad na Hedda Steger in Krynhout. Het jy 'n probleem, juffrou Lou? Nee, dokter. Ja, grapje wel anders gelag het. Krynhout het al die dokumente van die laksman by hom. Mens kan aanneem dat hy dit vir Svennerstrom gaan gee. Is dan verbasend hoe jy jouself onderskat het met die man, Ned Jones. Lee, ek moet bywees as jy ontmoeting plaasvind, dokter. As ek jou wou bygehad het, sou ek jou gevra het, meneer Jones. Ek sal die ondersoek van nou af self behartig. Ek is 'n bietjie moeg vir foute, soos jy sal verstaan. Eerst my werk. Pragtig. Jones, ek gaan die baas vra of ek kan saamgaan. Jy is om nie ver agtervolg, hè? Hoekom nie? Ek ken vir Wennerstrom en ek ken vir Fürstenburg. Die waarborg dat ek die waarheid praat. Nee. Ons praat eers, dan kan jy dit kry. Ek vertrou nie of jy dit weet. Jy is hier. As ons vir jou 'n val wou gestel het, kon ons jou lankal vasgetrek het. Wat wil jy hê? Het dit se veiligheid. Luister na my, Wennerstrom. Ons het met jou ook kaarte gespeel reg van die begin af. Ek jou vertel wat tussen my en Hedda gebeur het. Sy het 'n fout gemaak, dis 'n bloot menslike fout. Sy was nie veronderstel om enige foute te maak. Feit is sy het. Bydien ons veiligheidsmense lankal van aangebied. Kom tot die punt. Die punt is, ek is bereid om jou al die inligting oor die laksman te gee op 'n skinkbord. En rol vir Hedda se veiligheid. Ek kan nie beloftes maak. Kyk, verstaan asseblief ons posisie. Die veiligheidsmense weet van Hedda. So sy's nie veel meer werd vir julle. En hulle het haar gevra om vir hulle te werk. Sy kan aan beide kante toe werk. Terug na die KGB toe en vir ons. Vir ons kan sy inligting gee oor die KGB wat ons reeds weet. En vir julle kan sy inligting gee wat ons veiligheidsmense verskaf. Dis ook vir julle belangrik. Want dis disinformasie, julle kan gevolgtrekkings daaruit maak. Miskien. Nie miskien nie. Die les oor die laksman is vir julle baie belangrik. Dit was Hedda se opdrag. Onthou jy om my te bevriend terwyl hulle van inligting oor die laksman. En as ek die les kry aan hulle is vals. As jy later uitvind die les is nie reg nie, dan is Hedda nie meer veilig. Daarom sal ek jou nie betrek nie. Wat probeer jy bereik, Reno? Jy speel met die dood, jy en Hedda. So kom ons hier is. Omdat ons lief is vir mekaar. Omdat ons weet dat ons nergens veilig sal wees nie, tensy ons met julle ooreenkoms aangaan. Omdat julle lief is vir mekaar, is jy bereid om jou land te verraai? As jy dit so kras wil stel. Ja.
Als ik zeg nee, wat dan? Misschien altijd dood, man. Zoals je de versteker doodgemaakt. Als geen alternatief gaat, nee. Ik wou niet verstaan. Nee. Geef mij je laag. Je weet natuurlijk dat ik niet zo'n besluit kan nemen. Je kan altijd je aanbevelings maken. Besef jij wat ze risico je loopt? Die Zuid-Afrikaners is niet gekken. Ze schattelen alweer zoals je dat voor je nog kan. Je kent die KGB, je schattelt altijd die laars wat. Ze zijn nog steeds liquideerd. Nee, jullie zal ons niet doodmaken. Heb je daaraan gedacht? Hij had alles wat ze weet over die KGB neergeschreven. Voor jullie organisatie, jullie werkzaamheden. Die firma's en organisaties wat jullie binnengesijpeld het. Namen van contacten en informanten, dat alles is neergeschreven. Als dit bekend zou worden, dan is jullie werkzaamheden hier in de baie delen van die Westen lam gelegen. Jullie kan voor jullie zelf uitwerken of jullie dat weet. En dat is baie, dat zeg ik. Als enige van ons twee iets oorkomt, dan gaan daar die inlichting direct naar ons veiligheidsmensen. Zo ik zou twee keer denk, voor jullie enig iets drastisch aanvallen. Jullie die ding fijn bepaald. Ja. Ik weet wat de risico ik loop om de rest van mijn leven in die tronk te zitten. En Hedda weet ook wat de risico's zijn. Wat van mij krijg? Weet jullie veiligheidsmannen van mij? Ja, ik denk dat ik weet. Zo ik zal zorgen dat ik die land uitkom als ik jij is. Ik kan daar leren, maar ook. Eén of jullie deskundig is. Als ze erg is, dan kan je die aan het krijgen. Je vertrouwt mij daarom met jullie aan. Ja, want je lijkt om het te zien. Ons veiligheidsmens is ook niet onmoest. Vijf op Arend, kom maar alsjeblieft. Arend naar 5 uur. Die aflevering is gemaakt. Die tweeling het die pakkie aan Rooi gegeven. Oor en uit. Baie dankie. Oor en uit. Dus jy laat gewonder het, Steg, maar nou weet jy nou. Skoppensboer is al die tijd ons groot vriend, Jack Kringer. Hou my vast by jou.